spreken over hel en hemel, deed je voor je brood. Pastoraat hoorde erbij en omgaan met de dood. Alles bij elkaar was best wel veel, maar je bleef gelukkig toch nog heel. En jouw collega echt wel in de rouw. Na 28 jaren, 28 jaren, 28 jaren met jou. Ja, een bijzonder en drukke middag in gebouw Irene vanmiddag, want daar neemt afscheid dominee Hilverda. Na vele jaren in Winschoten actief te zijn geweest, verruilt hij deze plaats voor het Friese Winsum. Er worden felicitaties en cadeaus in ontvangst genomen door dominee Hilverda, want hij gaat Winschoten verlaten. Na 28 jaar heb ik begrepen. Dat klopt, na 28 jaar ga ik hier weg. Ja. Waarom nu dan toch? Want als je al zo lang in een gemeente actief bent... Omdat het goed is voor een dominee om te gaan. En Friesland trekt mij omdat mijn vriendin daar woont. Ik wil graag opnieuw beginnen. Maar ik vind het heel moeilijk omdat ik het hier gewoon heel goed heb. Een hele bijzondere middag. 28 jaar is een hele poos. En natuurlijk vinden wij het jammer dat hij vertrekt. Daar hebben we ook van allerlei mensen al wel gehoord. Maar we snappen heel goed dat je na 28 jaar nog een keer een andere keuze maakt. En laten we wel wezen, iemand op deze leeftijd die nog een keer een kans krijgt te veranderen, dat worden al uitzonderingen. Dus we gunnen het hem van harte. Is er een groot verschil tussen dat beginwerken en zoals het nu verwacht wordt van een dominee? Ja, wat de voorzitter heel treffend aangaf, was dat ik in het begin heel erg zoekende was. Niet goed wist. En ik kreeg ook te maken met een bepaald beeld van een predikant die aan het veranderen was. En dat was voor mij ook zoeken. Vroeger was wat de dominee zei, dat was het wel zo'n beetje. En dat is langzaam veranderd. De hele kerk is veranderd, ik ben veranderd. Vroeger hadden we heel veel zekerheden, wisten we precies hoe alles in elkaar zat qua geloof. En dat is, ik ben veranderd en de mensen zijn ook mee veranderd. Hij neemt nu afscheid. Wat betekent dat? Jullie houden één predikant over. Is dat toereikend voor deze gemeente? Wij houden één predikant over, Bert van der Wouden. Daar zijn we ook heel blij mee. Maar wij proberen in de komende periode een pastoraal medewerker te vinden voor 20 uur per week. Maar dat heb je niet van vandaag op morgen geregeld. Dus wij hopen eigenlijk dat we een tijdelijke oplossing vinden. En die hebben we misschien ook al wel. Maar daar kunnen we op dit moment nog niet zoveel over zeggen. Maar we hopen eigenlijk als Hilver daar weg is, dat wij een tijdelijke oplossing hebben. Daar komt het op neer. Hoe kun je nog geloven in deze tijd? Met je verstand en als je kijkt naar het harde nieuws. En dan blijken dat die oude antwoorden, die moeten opnieuw vertaald worden. En die behoefte merk ik ook bij mensen, die is er enorm. Om te kunnen geloven, misschien niet meer zoals onze ouders dat deden, maar wel op een manier waarvan ik van, nou, ik red het hier. Ik ga ervoor. En ik merk die behoefte ook bij andere mensen. Ja. Ik wens u veel succes in deze nieuwe uitdaging. En tot ziens. Dankjewel.